Toen ik in mijn burn-out zat, ervaarde ik heel veel stress en heel veel bijkomende stressklachten. En een van die stressklachten waren oorsuizen. Ik heb dagen, weken, misschien zelfs wel maanden last gehad van een continue piep in mijn oren. En in deze video ga ik je uitleggen wat mij heeft geholpen om daar inmiddels geen last meer van te hebben. Als je last hebt van oorsuizen, dan mag je aannemen dat stress een grote oorzaak is. Wel adviseer ik je altijd eerst om even naar je huisarts te gaan om het een en ander te checken. Maar wat ik van de meeste mensen die bij mij om hulp komen terughoor, is dat ze veel stress ervaren. En zelf heb ik het ook ervaren. In mijn burn-out veel stress en daarbij komen de oorsuizen. Nou heb ik in die periode van alles geprobeerd. Geen koffie meer drinken, niet meer alcohol drinken, niet meer roken, meer rust nemen, minder werken, op vakantie gaan. Nou, noem het maar op. Ik heb allerlei dingen geprobeerd. En sommige dingen die hielpen, een bepaalde therapievorm met energiebanen, nou, dan hielp dat, maar dan toch kwam het weer terug. Of dan deed ik weer wat anders en toch kwam het weer terug. En deed ik weer wat anders en toch kwam het weer terug. En doordat ik zoveel geprobeerd heb ik voor mezelf ook ontdekt van oké, sommige dingen helpen wel tijdelijk en sommige dingen helpen niet. Maar als je altijd weer terugvalt in je oude patronen, dan zorg je er dus niet voor dat de oorzaak van je stress, van je oorsuizen, en dat is de stress, dat weggaat. En de tip die ik je mee wil geven, waarom ik deze video ook heb gemaakt, is als je last hebt van oorsuizen en je weet dat stress de oorzaak daarvan is, of angst, of stress of angst. Wees je er dan bewust van dat er altijd een mogelijkheid is om dat weer op te lossen. Want stel dat je die oorzaken komen uit stress of uit angst en je ontneemt die stress en angst, dus je neemt de oorzaak weg van die oorzaken, dan zullen de oorzaken ook automatisch weer afnemen. Maar wat gebeurt er als we oorzaken ervaren? Dan komen we in een soort van cirkeltje terecht. En die kun je daar vinden. Als we last hebben van oorzaken, wat gebeurt er dan? Dan ervaren we angst. We schrikken ervan. We denken: oh, wat gebeurt er? En vanuit die angst gaan we allerlei dingen proberen. Vanuit controle, vanuit stress. Om het zo snel mogelijk te fixen. Maar wat gebeurt er dan? Is dat we dus vanuit controle en stress dus gaan handelen. Dus we zullen altijd meer stress ervaren. En om deze cirkel te doorbreken, is het belangrijk dat we leren om te ontspannen. En ontspannen is niet dat je mediteert, maar dat je ook oké leert zijn met de klachten. Op het moment dat ik oké kon zijn met mijn oorzaak en dacht: oké, nou, het is nu wat het is. Waarschijnlijk gaat het voorlopig niet meer weg. Ik zou hier oké mee moeten zijn. Dat was het moment dat mijn lichaam kon ontspannen. Dat was het moment dat ik even kan doen. En net als een gebroken arm, wat zegt de arts tegen je? Laat het met rust. Maar als wij de hele tijd aan die gebroken arm gaan lopen voeten en in de weer gaan zijn, dan vertragen we alleen maar het herstelproces. Want ons lichaam, of het nou mentaal is of fysiek, heeft het zelfherstellend vermogen. En zo werkt het ook met oorsuizen. Op het moment dat jij de oorzaak, oftewel de stress en de angst, ontneemt, dan kan je lichaam weer ontspannen. En op het moment dat je lichaam weer kan ontspannen, dan zul je zien dat de oorzaken vanzelf weer gaan afnemen. Nou, als je hier graag mee aan de slag wil gaan, dan heb ik een super mooi programma voor je. Dat is het Stress en Angstvrij programma. Kun je vinden in de beschrijving onderaan in deze video. Nou, en als je graag meer van dit soort video's wil, abonneer dan even op mijn YouTube kanaal.